We gaan naar de eerste finale van vanmiddag, de vrouwen. En om in die finale te komen moesten vrouwen afrekenen met sterke ploegen als Valencia en Paris Saint-Germain. Maar daar staan ze dan, het Japanse Urawa Red Diamonds en onze eigen Heerenveen. Urawa Red Diamonds, waar ooit de bekende Feyenoord Shinji Ono vandaan kwam. De Japanners meteen vele malen sterker in het positiespel en komen hier in de zesde minuut op 1-0. Doelpunt Shinakira. En in de 15e minuut is het dezelfde Shinakira die hier de stand op 2-0 brengt. Later werd deze speelster gekozen tot beste speelster van het toernooi. En vlak voor rust zien we hier nog een laatste aanval van de Japanners. Mooie combinatie. Prachtig keihardschot van Shibata. 3-0 en daarmee lijkt de wedstrijd beslist. En inderdaad, over de tweede helft kunnen we kort zijn. Heerenveen probeerde het toch wel, maar de Japanners, ach, ze speelden de partij professioneel uit. 3-0 en in Urawa Red Diamonds een geheel terechte winnaar. We hebben de gelegenheid om even met de coach van Torino te spreken voor de finale, maar daarvoor gebruiken we wel een tolk. Zou je aan hem willen vragen wat hij van Benfica weet? Cosa ne pensa lei del Benfica di questa partita? È una squadra molto forte, giocano molto bene a calcio, bravi nell'uno contro uno, quindi dovremmo fare molta attenzione. Hij zegt dat ze een sterk team. Moeten ze oppassen, want ze zijn heel snel en ze zijn heel sterk met de 1-op-1. Dus ze moeten ze dat echt opletten. En hoeveel kansen geeft hij zijn eigen team? Quante possibilità dà al suo team di vincere? È una finale, quindi 50-50. Può succedere di tutto. Hij zegt het is een finale, 50-50. Kan van alles gebeuren. Nou, even over het team. Torino had de grote Mazzola. Hè? Zit de nieuwe Mazzola in dit team? Lui dice che il Torino ha avuto il grande Mazzola. C'è un Mazzola nel suo team in questo momento? Per adesso no. Speriamo che possa avere il tempo di crescere e diventarlo. Cario, in bocca al lupo. Crepi. En dan gaan we nu naar het klapstuk van de middag. De mannenfinale tussen het Italiaanse Torino en het Portugese Benfica. Torino met de nodige blessures getraind door Dario Mialcio. Maar goed, de partij moet toch gespeeld worden. Benfica begint ijzersterk, fysiek, tactisch, goede ploeg. En meteen staat de finale bol van de emoties. In de 10e minuut scoort Gabriel een buitenspeldoelpunt. Ja, dan is het hek van de dam. En dan reageren de Italianen met heel hun hart. En als het hier dan ook nog 2-0 wordt voor Benfica door Buta, ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Zo'n finale duurt 2,5 uur en ziet dat maar eens even recht te breien. Eerlijk is eerlijk, in de tweede helft Torino blijft het proberen goed combineren tegen een heel sterk Benfica. Maar daar is hij dan. Novara brengt Torino terug in de wedstrijd, 2-1. Is het dan nog mogelijk? Gaat het dan nog lukken voor de Italianen? Maar ach, de ene scheidsrechtelijke dwaling naar de ander. En nu is het hek helemaal van de dam. De assistenttrainer wordt weggestuurd. Onze tolk wordt weggestuurd. Nou, nu wordt het heel, heel lastig. En inderdaad, 2-1 Benfica. Overigens heel terecht, want ze speelden zeer goed. Maar dat de Italianen zich bestolen voelen, dat kunnen we begrijpen. Kevin Fortis Oliveira, voetbalnaam. Kevin, makkelijke wedstrijd, denk ik. Vond je ons ook facil? Acho que não, acho que o Torino é uma boa equipa, mas nós mostramos que nós somos mais fortes em todas as partes do jogo. Nee, het was geen makkelijke wedstrijd, maar we denken wel dat we alle facetten in dit spel beter beheersen dan Torino. Oké, Kevin maakte een geweldig doelpunt, hè? De 2-0, toen was het beslist. Veel toeschouwers zeiden ook dat dit wordt de speler van het toernooi. Wat denkt hij daar zelf van? Marcaste o segundo gol e ao marcar o segundo gol havia muita gente aqui a falar que tu irias ser o homem do torneio. O que é que tu achas? Quando marquei o segundo gol só pensei na minha equipa porque nós estamos aqui, nós somos uma equipa, nós trabalhamos todos para estar na final. Acho que a equipa é que merece todo o troféu que nós ganhamos e nós tivemos, fomos premiados por isso. Yeah, okay. Toen hij de 2-0 maakte, het enige wat hij dacht was aan het helpen van het team. Want het team is degene die wint en ik niet alleen.
Ah, dat is hartstikke mooi, maar ik wil het toch ook over hem persoonlijk hebben. Vraag is of hij al een contract heeft en wanneer ik hem in het eerste van Benfica ga zien. Ik ga vragen of je een contract hebt en wanneer je bij de eerste equipe van Benfica. Ik heb een contract tot 2021, ik heb het renovar há pouco tempo. É um sonho, estou a trabalhar para isso. Isso não acaba aqui. Espero um dia jogar na equipa principal, sim. Hij heeft contract tot 2020 en het is zijn grote droom om ooit natuurlijk in het grote elftal van Benfica te spelen. Ik wens hem succes en dan zeg ik obrigado. Obrigado.